Het moet tussen de oren zitten van, we zijn de laatste jaren eigenlijk zo gewend geraakt van alles moet glad en strak. Dat het eigenlijk helemaal niet, helemaal niet zo hoort. Het heel vaak maaien van de graslanden, het echt heel netjes schoonhouden door het waterschap van de sloten. Ja, dat is finesse voor zo'n beest. Wij zijn nu zo'n beetje anderhalf jaar bezig met de Patrice. Je moet het eerst opstarten enzovoort. En denk ik een jaar dat we echt het project meer handen en voeten hebben gegeven. In dat jaar is het landschap veranderd. Patrijzen willen namelijk beschutting van bomen en struiken en bloemstroken voor hun voedsel. Die veranderingen zijn nu hard nodig. De populatie zoals die nu is, is maar ongeveer 5% van ruim een halve eeuw geleden, denk ik. Dus dat is echt in dit geval 5 voor 12. Je moet ook echt wat doen. Maar gaan Geert en zijn collega van de gemeente de patrijzen vandaag dan wel zien? Ik zie ze nog niet. En dat zal ook wel niet gebeuren, denk ik. Omdat ze daar bezig zijn? Nou, en omdat je een heel erg oranje jas aan hebt waarschijnlijk ook. Ik kan niet wat anders, sorry. Dat is gewoon een tref als je zo'n dier een keer ziet. Dat we trouwens op deze plek zitten is wel omdat hier sinds dit voorjaar de patrijs teruggekeerd is. En dat is gewoon echt heel bijzonder dat een gebied wat tot een jaar of 3 of 4 denk ik geleden nog landbouwgebied was met mais, dat je dat kan inrichten en dat er dan zo'n beest alweer terugkomt. En dat geeft gewoon hoop, dat geeft goede moed. Wij spotten ze vandaag helaas niet, maar zo hoort het eruit te zien. En in de gemeente zien ze er al steeds meer. Je ziet op plaatsen elders in de gemeente waar ze wat langer bezig zijn. Dat is onder andere bij Den Ham, de Magelares. Daar zijn ze ook bezig met bloemranden en zo. Nou, daar zit echt een hele concentratie. Dus het werkt op zich wel. Als je nou rustig bent, probeer het eens. Ja. En je kijkt aan de overkant hier naar die boomkwekerij. Ja. Dat is voor mij van dit jaar de enige plek waar ik ze tot nog toe gezien heb. Daar kwamen ze hier wegvliegen. En dan vlogen ze aan de overkant van de... En dan hebben ze altijd dekking. Dan kunnen ze hartstikke mooi tussen die boompjes kunnen ze, wegkruipen. De eerste koppels met jongens zijn gezien, hier vlak in de buurt. U heeft ze gespot? Nee, ik heb ze... Zag ik ze maar vaker. Maar dat is bijna altijd toeval. We krijgen de berichten via de mail en via internet. En de eerste koppels met jongens zijn gespot. En hier vlakbij, één weg verderop. Daar loopt nog een koppel met 9 jongen van de week bericht van gekregen. En het zou mooi zijn als daar zoveel mogelijk mensen van meegenieten. Niet alleen de toeristen en wandelaars in dit gebied, maar ook de schoolkinderen. We gaan nu bezig nog met het uitbreiden naar de scholen toe, met educatiepakketten. Er komen leskisten die dus straks in de scholen uitgezet worden om een lesprogramma te draaien. Er komen kwartetten die daarbij horen om ze meer bekendheid te laten verkrijgen en meer kennis te vergaren over al datgene wat er voor nodig is om dus de biodiversiteit weer terug te krijgen. En dat juist in smalle stroken, langs de wegen, door de bermen, maar ook tussen weilanden door, wanneer agrariërs daar hun landerijen voor beschikbaar stellen. En dan hebben ze dus straks een gebied met dekking, waar ze echt mooi weg kunnen kruipen. Ze kunnen aan de overkant wegkruipen. En tussen halverwege hebben ze nog een plek met granen en bloemen waar ze dan nog een beetje zwenters door kunnen blijven eten. Dus dat is op zich komt helemaal goed hier. Het is een heel mooie plek.